Goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken. We zijn, gewoon middag. Weer. Goedemiddag? Ja, 12 uur geweest. Het is 12 uur geweest. Goedemiddag! Wat leuk dat jullie kijken, allemaal gezellig. We zijn gewoon weer op pad met de Arjan en Daan van Peace Vlog. Sterker nog, we vonden het zo leuk vorige week. We hebben gewoon allemaal ook dezelfde kleren weer aangetrokken. Ja. Gewoon, ja. Moet toch wat, bedoel, het scheelt weer wassen en zo. Steeds mooi weer. Het is ook nog steeds mooi weer. Het is ook wel heel apart dat we vertrokken vorige week bij jullie vandaan. Zijn we naar Utrecht gereden en nu vertrekken we vanuit Utrecht. Dat is wel alsof we de hele week daar geweest zijn ook. Ja, maar dat is leuk voor de film. Ja, precies, precies. Dus voor de continuïteit natuurlijk. Maar we zijn onderweg naar Lagevuurse. SCH, ergens erin. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat schijnt erg leuk te zijn. Dus we laten ons graag naar leuke dingen meenemen. Zeker gassen. Als ze gewoon overdag zijn en zo. En het zonnetje schijnt. Jammer dit weer. Ja, hè? Ja. Jammer. Dus, maar we gaan minigolven. En het schijnt ook dat we daarna een pannenkoekje gaan prikken. Daar houden we helemaal niet van. Maar we gaan het zo allemaal zien. Inmiddels geland in Lagevuurse. Hartstikke. Ze hebben net Paulus al gezien en Eucalypta die stak over en zo. Het is echt een sprookjesbos dit. We gaan eerst even een lekker pannenkoekje eten. De spek is al goed te ruiken. En zie je zo bij het eten. Onder het motto het internet moet je altijd eten laten zien. Foodporn. Arjen is bijna klaar met het bestrooien van zijn stroop. Ik zou nog een beetje bij, denk ik. Stroop met een beetje pannenkoek. Ja, precies. We hebben eigenlijk allemaal met spek. En Daan die zit lekker met ananas erbij. Ja, hij is altijd een beetje bar geweest. Ja, ieder zijn ding. Het is niet van ananas lekker, maar niet op pannenkoek. We gaan eens kijken of ik mijn pannenkoek kan verzuipen. Ja hoor, op. Jammer joh. Zo, mag ik die weer jou geven? Ja, met dopje. Mag dan een dopje? Vind ik ook goed. Zo. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk jongens. Oh, waarom ben je sorry? Ah, dat geeft niet. Ga ik nu ook vast te beginnen. Nou, de pannenkoeken zijn binnen. Langs de paardjes. Maar midget golven. Natuurlijk hartstikke politiek incorrect midget golven. Heb je daar ook verschillen in met een midget? Zeker. Nog keuze ook. Gewoon instap, semi-pro en pro. Zeg maar. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het moeilijk is. Ik vind het er nou wel leuk uitzien. Dit is biljartgolf, hoor ik net. Waarom doe je dat? Het is hartstikke leuk, zo gezellig. Hoe ga je die dan doen? Leuk huisje. Daar moeten we denk ik onze clubs halen. Wat leuk. Ja, gaan we biljart? Gaan we bij de koningin balletjes slaan, zeg maar. Of bij Harry? Dat is wel in thema dan, hè? Zijn we natuurlijk vorige week geweest, bij Harry. Gaan we een biljartje doen? Ja. Hallo. Wat eerst? Een witte stip, hè?
Nou, gaan we gelijk. Gelijk alweer vals spelen ook gewoon. Helemaal niet begonnen. Gaan we zo beginnen. En hij smokkelt alweer de eerste. Het spel keihard gespeeld, dat heb ik al in de gaten. De bal is nog niet geslagen. 1, 2, hot. Waar is die hol überhaupt? Binnen, oh zo, daar zit precies een boompje voor. Nou, Suus. Ga jij? Als volgende? Oh, we gaan nog even. Oh, Arjan gaat nog even. Misschien moet je er eens nog even in, joh. Ja, precies. Vergeet ik even. Ik dacht dat hij er al in zat, joh. Hop. We zijn inmiddels twee banen verder, bij baan 3. Speel zeer zacht, dus beslist niet hard. Dit is geen hockey, ja. Maar ik denk graag in hockey's. Weer 2. Hoe doet hij het toch? Hoeveel holes is er trouwens? Ook weer 2. Even, nog een keer. Wat staat er? Speel zeer zacht, dus beslist niet hard. Dit is geen hockey, maar biljart. Ik speelde het zacht, en dat weet ze ook niet. Dus. Boom. Nou, dan komt hij hoor. Zeer zacht. Zeer. Beslist niet hard. Oh, bijna hebben we! Nou. Boom! Hoi man. Zeer zacht. Beslist niet hard. Maar goed gemaakt, want ik had er net 4. Oeh, ik had hem net. Hoi man. Weet je hoe dit nou komt? Ik heb omdat je zeer zacht. Nee, ik heb veel te zacht. En Suus gaat veel te zacht. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, beslist niet te hard. Ja. En nou? Is er geen gat erin? Dan zei je wat over mij. Nee, ik zeg niks meer. Ik zag zo nog een keertje. Wat is dit? Dat is een leest, daar maak je schoenen mee. Nee, ik zeg het even. Just tap it in. Ik moet nog, ja, dit wordt 6. 7. Wat een drama, man. Nou. Jij vond 7 keer veel. Het valt 10, hè? Zal ik eens kijken of ik er bovenuit kom? Dat gaat je niet lukken. Ja! Wat heb ik gezegd, jongens? Sorry voor het beeld. Een hele pinball. Helemaal terug, ja, maar ik denk wel even een beetje snelheid geven. Ik voel hem toch wel de hoe. Dat is zeker de volgende. Dat is ketchup. Je moet me niet laten lachen, want dan gaat het beeld. Jij zit met een camera, ik moet me nog onderin duwen, zeg maar. Ja, ah, netjes. 4. 4. Zijn mensen er weer 7? Ja, zijn er ook mensen die doen het gewoon in twee, hè? Ja. Gewoon hier, bam, in 1 keer. Nee, ik moet er ook. Doe maar 1 keer voor, hoor. Wat zo. Je mag hem uit het hoekje, hoor. Dit wordt gewoon glas als gezond. 3. Yay! Speelt u hier beheerst en zacht? Bij deze vallende ster is dat juist de kracht. Ligt de bal stil op fossiele steen? Dan is uw puntenaantal min 1. Slaat u verder dan de steen, oh jee, plus 2 punten krijgt u dan mee.
toevallig. Zen! Nou, wat is dan precies die steen? Maar als je daar dan in ligt, dan is het klaar. Als je dan de kosten, dat is dus... Min 1. Dus dat is goed. Dus als je daarin komt, is het min 1. Oké. Dus 1. 2 min 1. Dus 1. Hoeveel? 1. 1. Dus we gaan het 3 keer slaan. Hol links is goed, hol rechts is fout. 3 keer fout is 4 punten. Maar? Ja. Oeh. De laatste. Ja. Ik ben zelf een malaatse. Tuurlijk! Dat je loopt schelden hier zo, malaatse. Ja. Ja, ik denk, ik gooi er toch een beetje een twist aan, zeg maar. Ja. Toch een beetje dat je zegt... Spanning opbouwen, hè? Ja. Ja. En wat zeggen we dan? Goed gedaan! Hallo, happy campers. Je moet hem in die middelste, dus in die. En als je beneden bent, mag je niet terug omhoog spelen. En die drie geven 3 stafprunten. Stafprunten ook echt. Oh. Dat is echt net, hè? Bijna in, joh. Kijk, dat was al 4, dit was 5. Dat is te hard. Hier vertellen, dan wil ik zo vertellen. 6. 43. En je hebt goed geteld, wacht even. Ik heb focus. Heel goed geteld. En focus niet. Ik heb 5 keer geteld, omdat ik het zelf niet geloofde. Dat bedoel ik. En Daniel had hoeveel? 52. Bij de laatste. Hij focust niet, wat is het? Oh, daar is hij. 52. Ja, ik hou niet van. Arjan, hoeveel had jij er? Volgens mij 50. 50. Nee, ik zat op 48. Ik geloof het zelf ook niet. Voor mij hebben we verkeerd geteld. We hebben een hole overgeslagen, hoor, Suus. Dat kan niet anders. Nee, echt niet. Dat tel ik ernaar. Nou, Suus, je hebt... Ik heb het. Arjan gelooft het ook niet. 18, 12, 19, 21, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 42, 44... En 6 is 50. Ja. Ik heb het nou. Echt 5 keer nagetal. Dat zijn er echt 3 weer. Jij gelooft het zelf ook niet. Nee. Zijn jullie boos? Je hebt gewoon gewonnen. Dat mag ook een keer. Zonder valse spelen. Ik ben als eerste. Nou, dat was Mystic Golf. Leuke baan. Je kan hier kiezen uit 3 banen. Gravel, laken, biljart en gras. En latex ook. En latex ook, ja. Maar dat is de baan zelf niet. Dat moet je zelf in latex, toch? Een soort matrix look krijg je dan. Meestal na 12. Meestal... Ah, disco midget golf. Kijk, dit is de parkeerplaats. Dan zet je gewoon je auto's, kan je ze parkeren. Of je paard, kan je ook parkeren. Paard staat wel dubbel geparkeerd, zag je dat? Gaat niet parkeren. Of, het is NP, van zo maar zeggen, daar staan de auto's. En paarden, zeg maar. Is dat Drakenstein? Ja, hier heb je de poort. Een van de poort. Oh ja. Kijk eens. Druk werk ook. Ja. En een leuke gezellige omgeving is het. Het is gewoon een leuk klein dorpje. Hier kan je dus echt helemaal omheen wandelen. Dat is wel leuk. Ja. Het is om het landgoed heen, zeg maar. Ja. Nou, we zijn inmiddels weer thuis. Na een lekker dagje pannenkoeken eten en midgetgolf doen in Lage Vuurse. Zeker ook leuk. Het is een leuke golfbaan. Je hebt 3 verschillende, dat zei ik net ook al. 3 verschillende soorten banen. Gravel, gras en biljart. Biljart is zal maar zeggen, wat een beetje op dat veld. Maar dat gaat ook voornamelijk om 3 banden. Dus je moet ook echt de banden van de golfbaan gebruiken. Zeker leuk om te doen. Mocht je er ooit naartoe gaan. Leuk plaatsje. Klein. Midden in de bossen. Vlak bij Hilversum. Bij de koningin. Oh, de ex-koningin. Bij
bij prinses Beatrix. dus ja, bedankt weer voor het kijken. Ook hier weer voor, als je het leuk vindt, alsjeblieft een duimpje. Hartstikke leuk. En tot de volgende keer. Doei!